Dinea maakt drinkwater hier in de duinen. Voor het maken van drinkwater is Dinea afhankelijk van twee grote rivieren. De Maas en de Lek. Ook zoeken we naar nieuwe bronnen om ook in de toekomst voldoende drinkwater te kunnen maken voor 1,4 miljoen mensen in Zuid-Holland. Schone bronnen en rivieren zijn cruciaal voor de productie van betrouwbaar drinkwater. Helaas raakt onze leefomgeving steeds meer vervuild. Bestrijdingsmiddelen, medicijnresten en stoffen als PFAS komen we steeds meer tegen in onze bronnen. Daarom vragen wij de provincie en waterschappen om zich te blijven inzetten voor het verbeteren van de waterkwaliteit van deze bronnen. Er moeten striktere regels komen voor bestaande en nieuwe lozingsvergunningen. Lozingen in de Maas en de Lek mogen geen nadelig effect hebben op de waterkwaliteit. En moeten dus veilig zijn voor leefomgeving en drinkwater. Mijn collega's en ik helpen daar graag bij. Want wat schoon is, moet schoon blijven. En wat er niet in zit, hoeft er ook niet uit.